Maken dat we hier kunnen lopen. Alleen de maan en asteroids. Oké. Okay. Als ik even kijk van mijn mining ship, moet de bol uit dan aanstaan. Als je steen eruit wil flikken of ijs, ja. Dan moet dat uitstaan. Aanstaan. Dan gooit die overtollige zooi eruit. Maar dan moet je alleen kijken. Dat wel de juiste spullen natuurlijk erin staan dat eruit geflikkerd moet worden. Ik geloof dat dat ook een instelling of iets is. Wat ik dadelijk nog weg moet halen.
even kijken, maar dan krijg ik er maar mee aan de basis vastzet. Volgens mij hoef je daar standaard niks aan te veranderen. Standaard doet hij namelijk al transferen. Goed hebben. Control out staat uit. Control out, dan gaat hij er echt uitgooien. Je kunt eventueel voor de los dingen collect all doen, maar hij trekt hij dan ook eventueel ijs eruit als je dat nodig hebt. Ik weet niet of je dat wil. Je kunt op de connector, op de base, kun je in principe collect all aanzetten, maar ik zou er gewoon niks, ik zou het allemaal uitzetten. Gewoon standaard laten staan. En op het schip al helemaal. Hey, dat je jezelf daarmee gaat vergrabbelen. Ik heb een aantal sorting scripts in het verleden geprobeerd, maar ik heb niet echt een fatsoenlijke gevonden. Die makkelijk in omgang is. Laat ik het zo zeggen, de meeste zijn inderdaad gewoon met een tag. Dat maakt niet uit als de tekst van de container moet aanpassen. En de meeste werken niet natuurlijk. Die ik geprobeerd heb in ieder geval de vorige keren. Ik zal eens kijken naar die van Easy misschien. Die ook dat Solar Rotation script gemaakt had. Is dat volgens mij oké? Nou, sowieso een inventory sorting script is geen overbodige luxe voor ons. Maar ja, dan moeten we eerst een storage location natuurlijk maken. Het probleem met die scriptjes tot op heden was voornamelijk dat ze de refineries ook leeg trokken, geloof ik. Dat het een van de issues was waar ik tegenaan liep. Of juist net niet goed leeg maakte. Ik zou eigenlijk gewoon een script willen hebben dat kan zeggen van nou, alle ores moeten naar die container toe. Oh, dat was het probleem, ja. Okay, Oost loste en die had de naam ergens in een dingen staan, dan trok hij hem uit de refinery de oor om dat daarheen te brengen in plaats van alleen de ingots eruit te halen. Dat was een van die issues met die scripten. Daar een shopje. Hier komen mijn flessen zo leeg. Eigenlijk krijgen we ook een script opzetten. Een soft erop zetten. Ga ik eens even doen. Standaard ruimte hebben. Even vlug basic refinery verplaatsen en alleen een input voor steen. Zolang ik hier in het graven ben. Aangezien steen zo'n beetje alles geeft. Thank you.
gewoon ideaal om in zo'n steending te hebben. Dat langzaam het een en ander in te duwen. Dat trekt nog steeds mijn schip niet leeg. Kom eens even kijken. Collect all aanzetten. Krijgt hij hem nu wel leeg? Of had hij te oud ook al? Dat hij eruit dumpt? Nou, volgens mij flikkert hij dan als steen eruit, zo te zeggen, die brokken. Ja, oké. Okay. Gewoon niet blijven hangen. Kijk ik dadelijk op mijn gaffel.
Zit hier small cargo containers op? Altijd niet. Überhaupt uitslepen, want anders weet ik ook wel het probleem is. Maar dat lukt wel. Dat in ieder geval niet in een sorting of in een tubing. Ik weet niet waarom dat hij hem niet leeg haalt, zo 1, 2, 3. Hij is nou leeg. Ik heb hem even handmatig uitgesleept. Even collect all of offsetten weer. Just in case. Maar hij haalt er wel iets uit in het begin. Dat hij alleen een uiteindelijk stopt, of haalt hij er gewoon helemaal niks uit, zo gezegd. Een connector 5, die zit hartstikke vol, de connector. Ik zie ook dat de connector vol zit. Al waarschijnlijk vanwege de collectol. Duidelijk, dat was mijn fout. Weer wat geleerd. Oh, ik weet dat het. Hij zijn zat. Het ook niet goed bij daardoor. Dus dat was mijn fout. Haalt. Daarin. Daarin. Daarbij. Zo.
Nee. Jira's sowieso. Tim Inventory Management. Dus laat ik daar in ieder geval eens even naar gaan kijken. Dat zou moeten helpen. Wat het probleem schijnbaar is. Cargo container naar cargo container gaat of niet, of heel langzaam. Als je het niet handmatig sleept. Schijnbaar. Daar zit hem dat in. Ja, in any atmosphere. Dan moet je wel een atmosphere hebben. In space heb je geen atmosphere. Maan heb je geen atmosphere. Alleen aarde. Ik weet eigenlijk niet of. En Mars volgens mij ook. Iedere planeet zou die moeten werken. Je moet gewoon zwaartekracht hebben. Mij. Je hebt atmospheric thrusters. Dus ja, je moet gewoon een atmosfeer hebben. Dat is het. En de maan werkt niet. Je hebt geen atmosfeer. Dat weet ik. Mij is het zo dat je de helm af moet kunnen. Ik denk dat dat hem is eigenlijk. Wacht ik. Plus het probleem wat je gaat krijgen. Stel je zou hem naar space krijgen, hè? Wel of niet het probleem misschien is, afhankelijk van hoe zwaar je vliegtuig is. Je moet met een ander vliegtuig mee. Je moet ook weer terugkeren. Daar heb je op zijn minst hydro thrusters nodig, want anders crash je gewoon keihard naar beneden. Ja, de atmospheric thrusters gaan dat niet redden. Van re-entry. Of je moet alleen een space miner maken en hem in space laten. En dan een cargo ship wat je laat pendelen. Een blokje. Oh, dadelijk in een programmable box. Oh, ik denk niet dat hij met die hele grote deel op en neer gaat komen. Eerlijk gezegd. Hij zal wel regel terugkomen, maar. Ik zou eens op. De workshop kijken voor een cargo transportje. Denk ik. Kijken of dat die hydrocrusters heeft. Dan kan hij zelf naar space toe en ook weer landen. Zowel atmospheric als hydro hebt. Veel grote schepen hebben voor- en nadelen. Kost ontzettend veel. Hydrogen om van Earth af te komen.
je eigenlijk een redelijk compact cargo schip kan maken met de thrusters. Kun je die gewoon als pendelbus gebruiken. Niet in het zicht te staan die programmable blocks neerzetten en eigenlijk niet meer omkijken. Je moet er alleen nog een keer bij kunnen komen. Action problem. Huh. Dat was niet goed wat daar gebeurde. Wie deed daar wat? Iemand een scriptje importeren? Maakt dat van mij niet uit, maar ik weet niet of... we straks in ieder geval voorzichtig mee zijn. Inventory full. Weet ik niet. Normaal niet, lijkt me. Ik zou het niet durven zeggen. Maar dat we in ieder geval als we blueprints inladen, dat we even vragen of iedereen safe staat. Beetje lullig als je net van de aarde af aan het opstijgen bent en krijg je zo'n connection issue. Die kans is best groot, Mark. Oh, je bent al in space. Heb je vlug gedaan? Oh, natuurlijk niet met die grote jongen, maar met dat kleintje waar je al een keer mee weg bent geweest. Kijk dat die grote jongen al klaar is, toch? Het zou wel heel vlug zijn eigenlijk. Ik weet dat ergens zo vinden als het is, maar... met de ik kan zo zeggen, altijd is geen schip wat gemaakt is om de hele tijd te re-entryen. Meer een schip wat gewoon in space blijft, zo te zien. Met al die guns erop.
Maar ja, Android spawning. Is niet heel vreemd dat dan de server even zegt. Maar goed, dat zal het even. Te hebben. Altijd met mijn. Ruimte voor te maken, ik kan ze gewoon hier stapelen. Voor die reactor doen. Kan hij dan eruit? Oh. Het klinkt niet goed, Mark. Oh, even mijn balkondeur en zo openmaken. Verlaten. Iedereen moet nog in een cryopod vanavond, lijkt me. Hoezo? Pas los.
Dat is ook wel heel frappant, hè? Long unknown signal. 61 kilometer. T-minus 4 minuten. Oké. Okay. Unknown signal. 2,67 kilometer. T-minus 14 minuten. Wat? Ja. Ja, op zich, hè? Dus moeten we onze tegel hebben. 2, 2, 2, 2, ja. Oh ja, die heeft hij afgebouwd. Mooi. Ook. Niet meer? Die moeten we toch ontdekken, dus wat dat betreft. Wacht even. Is daar ook wat in veranderd? Acht upgrades max. Die dingen werken. Hier zo. Laten we het ook eraf halen. Inventory full. Met de power. Als team. Kijk. Laat ze opgebouwd worden. Okay.
Oh, jij komt daarin vanwege de clean-up. Dus we dan net zo goed allemaal daar hebben zitten. Wel, kom terug. Oh, 1000 engines? Oh nee. Meer dan genoeg. Hij is hier af en toe uitgevallen, dus een beetje de kluts kwijt.
ook nog dubbel en motoren moet gaan maken. Even kijken wat je. Dit? Daar kun je zelfs een mining drone in duwen. Dat is een planetary item. Atmosphere quite easier. Ship can lift over a kiloton material. Gravity well into space and jump drive. Klinkt goed. Ja. Nou, maar deze klinkt op zich goed. Als treintje wat hij net gelinkt heeft, Mark. Best groot trouwens. Ik denk dat je daarop gaat kijken, maar hij heeft ook defense. Heeft ook goed. lees ook even de instructies, Alt. Wat een large ship is op zich niet erg. Waar ik aan bouw is dus heel groot. Zullen zien, dus jullie gaan ook naar achter. Zijn nog wat? Dan zie je het. Oh, we zijn toch 140. In verhouding heeft hij inderdaad heel weinig hydrogen thrusters. Zo te zien. Dat valt eigenlijk wel mee, ja. Wel veel atmospheric thrusters trouwens.
Ja, oké, maar als jij small blocks gebruikt, je gebruikt er 1800, dan is je schip niet zo groot, hè? Wat moeten wij trouwens met dit ding? Even tussendoor. Defense of de junk? Een deel van het schip. Oké. Dus het is eigenlijk gewoon junk. Zo gezegd. Dan kunnen we er, als we gaan slapen, gewoon zo'n deconstruction ding op gooien. Ik zou nu nog even niks aan doen. Want de nanites zijn volop bezig. Maar als we straks de laatste uitlogt, dat hij even hier een deconstruction beacon opplaatst. Of we moeten voor die tijd voldoende stroom hebben, dat we het tegelijk kunnen doen natuurlijk, maar... Ja, mag. Onmatig mag altijd. Even kijken, hoe is het? Dan is die grote reactor dadelijk klaar. We kunnen waarschijnlijk die twee kleintjes uit en die grote aan. Is een hoop nodig. Hierin. Thank you.
Even kijken. Deze weghalen hier. Ben je even uit, maar dit.
heb er nog op staan. Oh, moeten we daar een timerblok voor hebben? Lijkt er wel op eigenlijk. Nou, dat gaan we nog even niet doen. Even kijken. Okay. Refinery. Hey, ik ben op vakantie, dus internet is slecht. Hey, ah, dat verklaart het fired. Dat verklaart het.
ik was er straks anders aan het doen. Oh, crap. Oh nee, wel een goeie. Een fashion maintain for. Staat de dek.